Ja, hij kan af en toe een beetje wild zijn, een beetje losspelen. Hij durft echt een gokje te wagen. Is niet bang voor zijn tegenstander en neemt het initiatief altijd zelf. Een hele goede speler. Als hij eenmaal loopt te betten, dan gaat hij tot het einde. Ik hou van heel veel druk zetten. Ik heb liever zeg maar, zelf de controle in een pot dan dat ik iemand anders de controle geef. Al is dat wel bekend nu bij mensen, dus ik probeer het eigenlijk een beetje om te draaien zonder dat ze dat weten. Ik moet daar constant natuurlijk inschatten van wat doet mijn tegenstander of wat verwacht hij dat ik ga doen. En ik moet het tegenovergestelde doen, maar je wil eigenlijk altijd onverwacht spelen. Het gaat over hele kleine dingetjes, als bijvoorbeeld hoe beleefd het ook is, maar als er een nieuwe dealer komt zitten en iemand aan tafel stelt zich voor aan de dealer, dat doen professionals bijna nooit. Dus dan weet je al meteen, oké, dus dan zal hij ongeveer zo en zo spelen en dan moet ik dus dat en dat gaan doen. En zo hou je eigenlijk alles bij over hoe iemand tegen hoeveel iemand voor je geeft aan delen. Dus dat soort dingen zijn allemaal informatiestukjes. En natuurlijk door ervaring word je er steeds iets beter in. Ik denk dat mijn kansen goed zijn, alleen dat betekent dan niet direct dat je het goed doet in een toernooi. Omdat er natuurlijk er is wel korte termijn geluk, omdat er dus soms, je weet niet wat voor kaarten er komen. Je kan het tot een bepaald punt beïnvloeden, maar over het algemeen zal je over de lange termijn zien wie de betere pokerspelers zijn. Het zijn monsters. Als je dus op een bepaalde manier een pot van iemand kan winnen, of iemand probeert jou te bluffen en dat lukt hem niet, dan heb jij dus iets heel goeds gedaan of dan heb jij hem eigenlijk doorgehad. En dat is mentaal is dat wel een heel fijn gevoel. Dus als je een beetje die competitiviteit hebt, dan is poker wel leuk.